Afgelopen weekend had ik in de Daily Minutes een column die mij zo in het hart trof dat ik de tekst hiervan ook in het Nederlands vertaald heb. De column is geschreven door Onno Benschop, VK6FLAB, zoals hij ieder weekend in het Engels in de Daily Minutes te horen is. Onno is Australië van geboorte, maar heeft van oorsprong Nederlandse ouders en woonde zelf ook geruime tijd in Nederland. Onno is trotshouder van een Australische beginnersmachtiging, een Foundations License. Met zo'n vergunning, met een sterk vereenvoudigd examen, mag je veel van de frequenties gebruiken die andere amateurs ook tot hun beschikking hebben, alleen met niet meer dan 5 watt vermogen. En veel van de digitale modus, al dan niet met spraak, die mogen niet. Foundations of Amateur Radio. Wat is amateurradio? En wat is niet onderdeel van de hobby en wat wel? Hoe meer je op die vraag inzoomt, hoe hachelijker de discussie wordt. Ik zal de analogie hiervan om te beginnen uitleggen met een voorbeeld. In de luchtvaart was Sir George Cayley de eerste die onderzoek deed naar vliegmachines die zwaarder zijn dan lucht. Hij vond in 1799 het vliegtuig uit. Het eerste full-sized zweefvliegtuig, gebouwd in het jaar 1849, droeg de eerste persoon in de geschiedenis die heeft gevlogen. De 10 jaar oude zoon van een van zijn bedienden. Sinds die tijd hebben de gebroeders Wright een vlucht bij Kitty Hawk gemaakt. We zagen de uitvinding van de commerciële luchtvaart, de turboprop, de straalmotor, de space shuttle, helikopters, drones, raketten, hete luchtballonnen, de Hindenburg, de Goodyear Zeppelins, deltavliegers, gyrocopters en vele, vele andere constructies. Elk van deze uitvindingen wordt gewoon beschouwd als luchtvaart en de persoon die het toestel bestuurt wordt als piloot gezien. Bij het radioamateurisme praten we via een radiozender. We maken daarnaast ook repeaters en die gebruiken we ook. We koppelen die repeaters ook aan elkaar met behulp van welke technologie er maar beschikbaar is. We maken het verder mogelijk om verbinding te maken met dergelijke netwerken tussen repeaters met behulp van software als Echolink, AllStarLink, IRLP en andere op internet gebaseerde systemen. We creëren digitale netwerken met DMR. We gebruiken Whisper om informatie uit te wisselen. We maken verbinding met Codec 2 en we organiseren contesten met behulp van bijvoorbeeld de CW-modus en Morsecode. We bouwen SDR-apparatuur, software gedefinieerde radio's waarbij we computers gebruiken om radiosignalen te coderen en te decoderen. We testen met backscatter-modus met behulp van allerlei signaalverwerking, gebruiken packet radio, RTTY, helschrijver en we laten signalen terugkaatsen via de maan en via nabije meteoren of een overvliegend vliegtuig. We maken automatische tuners met een Raspberry Pi of een SWR-meter met een Arduino. We bouwen op buizen gebaseerde versterkers en programmeren MP3 spraakkiers. En verder aan GPS-vergrendelde radioapparatuur. We brengen de propagatie in kaart met behulp van internet en hebben sociale contacten met andere amateurs op een lokale repeater op 2 meter of 70 centimeter. We onderzoeken 13 centimeter propagatie, doen experimenten met amateurtelevisie en we gebruiken onze apparatuur vanaf de toppen van bergen, in vuurtorens en op afgelegen eilanden. Dit allemaal is onze amateurhobby en ik heb eerlijk gezegd nog bij lange na niet alles in de voorgaande tekst kunnen noemen. Er zijn verhitte discussies over of een gekoppelde repeater die internet gebruikt om die koppeling te maken nu wel nog bij de amateurhobby hoort of niet. Of het gebruiken van je mobiele telefoon als node voor het Echolink-netwerk bij de amateurhobby hoort of niet. En ook of als je een computer gebruikt om contacten te leggen met een digitale modus zoals JT65, of dat dan nog wel zendamateurisme is of niet. Elk van deze vragen benadrukt een misvatting over onze hobby. Er zijn namelijk geen grenzen bij ons amateurhobby. We zijn van huis uit een stelletje uitvinders, buitenbeentjes, mensen die het ondenkbare proberen, het onmogelijke presteren en die bij de technologie door de historie heen voorop lopen. Om terug te gaan naar de analogie met de luchtvaart van Sir George Cayley uit het begin van deze Foundations. Er zijn mensen die passagier zijn en er zijn mensen die vliegtuigen besturen. Er zijn mensen die de technologie gebruiken en er zijn mensen die de technologie uitvinden. We hebben binnen onze hobby als gemeenschap een uniek perspectief. We hebben met z'n allen het vermogen om ons iets voor te stellen dat nog niet bestaat. Waarom zou je energie besteden aan het feit of zo'n object nou wel echte amateurradio is of niet? Amateurradio is een groot aantal dingen. Sommige ervan hebben betrekking op antennes en het radiospectrum, andere niet. Deze hobby is precies wat jij ervan maakt. Ga dus op uit, bedenk iets, probeer iets, ga achter je zender zitten en vul de ether met geluid. Aldus Onno, VK6FLAB.